Ja, er wordt van die eigenschappen van die moderne tanks hoog opgegeven. Maar ook daarvoor geldt, naar mijn idee, die moeten wel goed ondersteund worden door de juiste infanterie die met die dingen op kan trekken. En eventueel nog beter natuurlijk moderne luchtsteun. Ik weet niet of de Oekraïners die kunnen verschaffen, eerlijk gezegd. Maar goed, misschien zijn ze iets beter bestand tegen vijandige schut. Ik weet dat niet precies. Mijn indruk is dat het er ook wel een element van het symbolische karakter, moderne tanks. Weer een stap natuurlijk op weg naar zwaardere bewapening. Ik begreep dat Hoekstra enigszins slordig had gezegd dat ze ook wel van die F-16 konden krijgen. Nou ja, dat zal eerst nog eens moeten blijken. Daar gaan de Amerikanen niet ondersteunen. Ook daar geldt. Ja, je kunt ze wel een F-16 sturen, maar dan heb je mensen voor nodig om dat ding te onderhouden, om in de lucht te houden. Dat is allemaal niet zo simpel. Kijk, veel van die moderne militaire apparatuur is zo ongelooflijk ingewikkeld dat je altijd denkt dat die dingen maar nooit kapot gaan. En zo, het gaat voortdurend kapot. De hoeveelheid operationele wapens is altijd heel beperkt vergeleken met het totaal aantal aanwezige wapens. En je hebt onderhoudsteams nodig. Een F-16 vliegt niet zomaar. Een F-16 heeft een hele reeks hele bekwame monteurs nodig. We zijn natuurlijk ook heel sterk georiënteerd op het Amerikaanse logistieke ondersteuningsapparaat. Dus ja, ik weet ook niet precies hoe dat gaat. Tot nu toe hebben de Oekraïners in ieder geval gedemonstreerd dat ze op intelligente wijze omgaan met de spullen die ze gekregen hebben. En we zijn ook toch wel steeds meer direct in oorlog met Rusland. Nou ja, dat zijn we juridisch niet. Als je zegt in praktische zin wel, ja, maar juridisch niet. En daar gaat het uiteindelijk om. Het is niet de NATO die iets doet. Het zijn individuele landen die iets geven. Die weliswaar eerst hun giften coördineren in een kantoortje. Maar vervolgens worden die giften individueel nationaal gegeven. Maar goed, alle spullen zijn van ons. De meeste spullen die geleverd worden. Ja, maar ik moet zeggen. Ja, je kunt, ik begrijp best dat mensen zich natuurlijk zorgen maken over de escalatie. En wat de mogelijkheden zijn. Dat heeft natuurlijk altijd het bekende eindpunt met de nucleaire wapens waarover de Russen beschikken. Mijn inschatting is dat ze die niet zullen gebruiken. Ik geef toe dat mijn inschattingen tot op heden niet van een enorme onbetrouwbaarheid zijn geweest. Omdat je natuurlijk toch altijd uitgaat van de betrekkelijke, het gezonde verstand wat wellicht toch hopelijk op een of ander niveau nog aanwezig is. Zeker nu het allemaal fout gegaan is. Wacht even, Vladimir, misschien. Laten we er nog eens even over nadenken hoe en wat. Kijk, als productieeenheid is Rusland, stelt Rusland geen bal voor. Want in feite wordt het geconfronteerd met de productiemogelijkheden van zowel West-Europa als de Verenigde Staten. Dus ja, het is iedereen ook. Ik vind ook dat gepraat over wereldoorlog, dat vind ik eerlijk gezegd onzin. Ja, het is een groot en ernstig te nemen conflict. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het op een of andere manier, op een hele geheimzinnige manier, zo afloopt dat Poetin verloren heeft, maar Poetin zelf toch nog iedereen wijs kan maken dat hij niet verloren heeft. Zal er ooit gepraat moeten worden? Ja, dat denk ik wel. Is het aan ons om Zelensky te zeggen, nu moet je gaan praten? Nee, dat moet hij zelf maar uitzien te vinden. Maar het is ook voor onze veiligheid op de middellange termijn. De lange termijn, geen idee. Dat moet je sowieso een beetje. Maar voor de middellange termijn is het voor Europa denk ik belangrijk dat duidelijk is dat Rusland een lelijke zeepert heeft opgelopen. Wanneer, stel voor dat hij gewonnen had. Stel voor dat hij in 3 dagen Kiev had bezet. Hoe kijken de Baltische Republieken daar tegenaan? Of de Polen eventueel? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Mm-hmm. Wanneer begint dat voorjaarsoffensief? Is dat echt als de sneeuw gesmolten is en dan? Ja, dat waarschijnlijk nu al zeer intensief gevochten te worden bij dat Bachmoed. Volgens Zelensky, die natuurlijk misschien ook wel de druk een beetje op de ketel wil houden, is dat allemaal van een enorme betekenis en heeft het een dramatisch karakter.